<laughs> <laughs> Lekker, Welke bijbaantjes? Man. Ik heb uh, bij callcenter gewerkt, reactie, en response. Weet je het? Maar ik zeg je eerlijk, bij overal snel ontslagen man. Daar Waarom? had ik. Uh, uh, ik heb gewoon een chronische vermoeidheid. Dus als ik heel lang, nee, ik zweer het. Je nee, lacht? ik zweer je lacht? het. Om chronische vermoeidheid. Ik ben echt serieus, ja. bro. Zie je niet dat die chronische vermoeidheid. Ja, nee, nee, <laughs> ben... nee, dat is, dat is een belediging. Nee, maar bro, nee. Nee, neem maar terug. Nee, Hè, maar, waarom? Is... ik ben serieus. Bro. Vind, je, je... Zel... Vind je jezelf vermoeid uitzien? Bro, okay, je ja, gelijk uit, ja. Gelijk uit Hé, hey, what the fuck? fuck you, man. <laughs> hey, jij bent. Hey, whoa, whoa, whoa. hey, fuck you. Nee, maar bro, dus. En hier kwam ik ook laat pas achter, want ik ben hierdoor van school gestuurd. Dat je altijd slaapt in de les. Maar oké, okay, als ik heel lang. Nee, daar wil constant... ik wel even op terug gaan. Was dat echt zeg maar een probleem? Van je viel steeds in slaap? Ja, bro. Als ik heel lang zit en niet heel actief bezig ben, val ik in slaap, 100%. Altijd. Okay. Ja. Nog steeds? Ja. Nog ja, steeds? <laughs> ja. Dus uh, reactie respons heb ik gedaan. Ben ik snel Ik heb bij Carhart gewerkt. Die was wel echt leuk, man. In ja. de, de harte straat. Shout-out naar ja. Je verdiende echt weinig, man. En ja, jij deed wel precies zo voor. Ja, je ik kreeg uh, 3,12 euro per <coughs> uur. <coughs> Wauw. Bruto. Wauw, wow, ja, wow, wauw, wauw. Ja, man. Dus, wauw, wauw, wow. ik, ik ooit heb... 92 bruto per uur. Maar we gaan het zo over ja, hebben. Ja, ja. Maar ik Sorry, heb... Rico. Bro, ik heb zoveel genakt daar. Dus ik maakte wel een beetje money. Shout out naar Karak. toch niet? Het meer. is verjaardig, man. Oh, uh, even kijken. Waar heb ik nog meer geweest? Nee, kijk. Het, mijn beste June die ik voor mezelf had gefixt was. Oké. Okay, ik ging mezelf inschrijven. Hey, game is game. Ik ging mezelf inschrijven bij. Ik ga de naam van het uitzendbureau niet noemen. Ik had me daarbij ingeschreven. Oké. Okay. Ik was misschien. Wat was ik hier? 17, 18 of zo? Oké, okay, dan ging ik bij al die baantjes werken. Ik ging bij Okura werken. Ging bij Spoelkeukens werken. Ik ging bij Greets werken. Al die plaatsen om oh. te kijken hoe het was. Oké. Okay. Daar kreeg ik misschien 12 euro per uur, zoiets. Of misschien 11, zo, zoiets. Ja, weet ik weet niet meer zeker veel okay. van die tijd. Ja, oké. Okay, dus ik ging werken, werken, werken. Wat deed ik uiteindelijk? Ik had twee, drie buurjongens die allemaal gewoon 14, 15 waren. Op een gegeven moment nam ik gewoon al die, baan, al die klusjes aan. Bij, de, bij dat uitzendbureau. Dus dan een Okura, en bla, bla. En dan liet ik gewoon die jongboys naar daar gaan. Zei ik ze, hey, trek dit aan. Zeg je heet zo. Ga werken. Nu ze maken money. Ik geef ze misschien de 30 euro. Wat zij zijn ze, jong. Dus voor hen is 30 euro veel te... Ik heb misschien 80 gemaakt of zo. 70, 80 gemaakt. Ja. Wat een dit kapitalistische dit ik... klootzak. Je, eigenlijk. <laughs> Kapitalisme. En dit dit ja. ik zeker... Vier keer in de week. Dus op een gegeven moment werkte ik niet. En kreeg ik de hele tijd money. En dan kon ik gewoon doen wat ik wilde. Dus dat was eigenlijk mijn allerbeste bijbaantje, man. Ja, en daarna heb ik. Heb ik daarna... Dan heb je ergens wel ondernemingsdrang. Je, je, je kan goed delegeren. Bro, ik wil gewoon zo graag niet hard wat werken. Gezegd. dat ik gewoon wat mijn gezegd. weg zoek. Dus je zoekt een weg. waar je eigenlijk niet veel hoeft te doen. Of niet. in ieder geval niet veel fysiek mm -hmm. hoeft in te spannen. Misschien een beetje mentaal. Niet mm -hmm. fysiek hoeft in te spannen, maar dat het wel. Dat er gaat op weer rekening. Ja, ja. Nice. Dus daar. Ja. Het is dat ik zeg maar de skills niet heb om een crimi te zijn. Dus anders was ik die kant op gegaan, ja. denk ik. Ja, dan zat je hier gewoon. Nee, dan zal ik hier wel zitten, want ik zal wel nog werken ernaast. Ah, oké. Hé, toch? Maar, maar ik maar maar... Maar welke skills ontbreken bij jou om crimineel te zijn. Uh...